Een hele goede morgen en welkom bij deze webinar, waarin ik jullie wat meer vertel over de mogelijkheden van de leveranciersprestatiemeting tool van Intrakoop. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Dit ben ik. Ik ben Daan van Gent. Ik ben inkoper, product manager en business developer bij Intrakoop. Ik hou me bezig met de ontwikkeling van de online oplossingen die wij allemaal hebben. Waarvan de leveranciersprestatiemeting natuurlijk een eentje is en een veelgebruikte door de leden. Als het goed is, hebben jullie al eens een keer een account voor de tool gekregen, maar die gebruik je nog niet. Of je wil gewoon wat meer weten over de tool en misschien daarna een account opvragen. Nou, ik neem jullie dus vandaag in een kwartiertje tot 20 minuten mee in de mogelijkheden van de leveranciersprestatiemeting en door de tool. Als jullie vragen hebben, dan kun je die stellen bij de vraag- en antwoordmodule. Die zie je boven in je scherm, vraagtekentje. En dan kun je vragen indienen en dan neem ik die aan het eind van de webinar neem ik even de tijd om die door te nemen. Nou, ik zou het heel mooi vinden als jullie naar aanleiding van deze webinar aan de slag gaan en metingen gaan doen en bijdragen aan de benchmark en kunnen ervaren welke inzichten dit je kan opleveren. Allereerste vraag: waarom meet je eigenlijk leveranciersprestaties? Nou, dat doe je bijvoorbeeld vaak in het kader van een kwaliteitskeurmerk dat je hebt. En in dat kwaliteitskeurmerk staat dat je belangrijkste leveranciers moet beoordelen enerzijds, maar ook jaarlijks een verbeterplan moet opstellen met die leveranciers. Dus je gaat een plan, do, check, act, cyclus door om te kijken op hoe draagt deze leverancier bij aan mijn organisatie, aan mijn doelstellingen. Waar zitten de hiccups, waar gaat het goed? En nou ja, dat doe je vanuit het kwaliteitskeurmerk, maar je vindt dat natuurlijk sowieso ook interessant vanuit je inkoopvakgebied, om dat in het kader van contractmanagement te doen. En wat vaak ook interessant is, is om beter inzicht te krijgen in je eigen organisatie. Dus waar gaat het goed en waar gaat het minder goed? Dat is ook prettig om af en toe eens een keer een meting op te doen en dat te zien. Ja, eigenlijk is zo ook de leveranciersprestatiemeting tool begonnen, hè. Een van de leden was bezig met zijn HKZ-certificering. Die was die metingen aan het doen, die was zelfstandig via Excel lijstjes aan het invullen, via de mail mailtjes aan het sturen naar alle collega's. Nou, en dan weer najagen, wanneer komen die nou terug? Welke vragenformulieren gebruik je daar dan bij? Nou, en eigenlijk kwamen ze naar ons toe met de vraag van, goh, kunnen we dat niet beter automatiseren? En daar is de LPM uit ontstaan. En dat is gegroeid tot een tool die ja, waarmee je eigenlijk online je collega's kunt vragen naar hun mening over de prestaties van een leverancier. Je collega's die vaak dagelijks of wekelijks met zo'n leverancier werken en die dus heel goed weten hoe het eraan toe gaat, hoe die samenwerking verloopt. Nou, dat kan je eigenlijk voor iedere productgroep doen die je wilt. Je kunt dat ook voor alle leveranciers doen. Het hoeft niet per se een Intrakoop-leverancier te zijn. Wat we wel gedaan hebben, is standaard vragenlijsten voor 50 verschillende productgroepen die in de zorg veel voorkomen opgesteld. En je kan altijd nog zelf allerlei vragen daaraan toevoegen. Omdat we werken met die standaard vragen, ontstaat er ook een mooie benchmark. Want ja, iedereen is dan vergelijkbaar geworden. En je ziet dus ook de resultaten van jouw leverancier ten opzichte van hoe die bij andere collega's beoordeeld wordt. En dat is natuurlijk volstrekt anoniem, maar dat laat ik straks nog eventjes zien. En wat heel prettig werkt voor de meeste mensen is dat je heel snel makkelijk inzicht krijgt in de resultaten. De tool helpt je bij het uitsturen van reminders. Die stuurt automatisch de mailtjes uit. Nou ja, je selecteert makkelijk de vragenlijst, je voegt makkelijk je collega's toe. En dan zie je ook real-time wie er al heeft gereageerd en wie nog niet. En daar kan je dan je opvolging sneller in organiseren. Nou, hoe werkt dat? Ik ga even dit scherm verlaten, stop met delen en dan deel ik een ander scherm. Dus het scherm wordt even zwart, maar ik kom terug.
Even zoeken. Nou, het is vrij simpel. Je gaat naar www.intraco.nl/lpm en daar kun je jezelf aanmelden. Met de contact, of hoe heet het, de inlognaam en het wachtwoord dat je van de service desk hebt gekregen. Ik log hierin op mijn demo-omgeving. Oh, natuurlijk wel .nl achter. En dan. Of je vult het goede wachtwoord in, hè? Dan werkt het tenminste. Ik kom in de omgeving van zorgorganisatie De Bronzen Leeuw, onze demo-account. En ik zie hier eigenlijk vier tabbladen, een startscherm waar je kunt beginnen met een nieuwe leveranciersprestatiemeting, een scherm waar je beoordelaars kunt toevoegen. Dat kan je handmatig doen, hè, door in feite één persoon de naam en e-mail en functie van in te vullen. Maar je kunt natuurlijk ook via een Excel-upload een grote groep beoordelaars toevoegen. En wat we zien in metingen voor eten en drinken, voor voeding of voor farmacie, dat er soms wel 100, 200 mensen uitgenodigd worden om een beoordeling te doen. Het grootste is 650, geloof ik. Maar dat past dan allemaal in de tool en je kunt ze ook eigenlijk dan, als je voor een volgende productgroep hele andere collega's wil uitnodigen, kan je ze ook allemaal in één keer verwijderen. En later weer, als je nog een keer een meting wilt doen, dat ze weer opnieuw uploaden. Hier kun je ook locaties toevoegen. En om de metingen per locatie ook weer duidelijker inzichtelijk te krijgen. Nou, je ziet op het tabblad metingen, zie je het overzicht van alle metingen die je hebt verstuurd. En wat de status van de respons is in die metingen. En in het resultaten-dashboard zie je een overzicht van de, in ieder geval, je krijgt altijd de laatst getoonde meting, of laatst uitgevoerde meting te zien. En daar heb je het overzicht met presteren wij onder of boven de benchmark. En hoe wordt het bij ons gewaardeerd en hoe wordt het in de rest van de markt gewaardeerd? Nou, om daar te komen, begin je natuurlijk bij start. En met een aantal stapjes kun je komen tot je eerste beoordeling. Hier kies je je leverancier en je productgroep. Wat we meestal doen, is je begint met typen. En er zit een autocomplete in. En hij toont dan een aantal namen van leveranciers. En dan weet je ook dat deze leveranciers al eens eerder beoordeeld zijn. Als ik dan Huskus aanklik, dan zie ik dat hij in de productgroep eten en drinken 99% van de gevallen is beoordeeld. En 75% van de gevallen met een vragenlijst algemeen. Als ik hierop klik, dan zie je dat ze ook 13% met de vragenlijst dagvers en 10% maaltijden bereid door derden zijn geëvalueerd. En zo zie je waar de benchmark eigenlijk het beste is. Hetzelfde doe je met bijvoorbeeld een apotheek. Ja, kijk, dan zijn er al een heleboel apotheken. Nou, ik doe deze maar eens. Nou, die worden natuurlijk 100% van de gevallen in medisch en in farmacie beoordeeld. Als we nog een andere leverancier zouden kiezen, Bakker op de Hoek, dan zie je dat die kent hij nog niet, dus die is nog nooit beoordeeld. Maar ja, in dit geval. Zouden we mij dan zelf kiezen? Ik ga hem met de lijst dagvers beoordelen. Nou, wat betekent dat nou? Wat gebeurt er dan? Dan zie je dat hier de kwaliteitsaspecten wijzigen. Ik zal dat nog heel even terug laten zien. Als ik nu Luskus invul en ik selecteer die, dan zie je dat de vragen eten en drinken vragen zijn. Hè? Er zijn een aantal algemene vragen die we in iedere productgroep stellen, maar in dit geval zie je ook. Specifieke eten en drinken vragen die gaan over de versheid en de houdbaarheid, de voedingsdagprijs, vers producten per stuk leveren. Dus dat soort dingen worden dan specifiek uitgevraagd. En bij de apotheek, als die weer kies,
Dan zie je dat daar weer vragen in zitten die gaan over de betrouwbare levering van medicatie. Onder andere. Zo passen we die vragenlijsten constant aan met nieuwe inzichten. Om ervoor te zorgen dat, ja, dat ze ook voor jullie zoveel mogelijk van waarde blijven. Ik ga de leveranciertest beoordelen. Die wordt niet meegenomen in de benchmarks. Dus als je het een keer wil uitproberen, dan raad ik je aan ook om die leverancier te gebruiken. En nou ja, die wordt dan heel vaak in diensten en abonnementen bevraagd. Je ziet hier die extra kwaliteit of de standaard vragen die gesteld worden, maar je ziet ook de mogelijkheid om 10 extra vragen toe te voegen. En die worden op dezelfde manier beoordeeld als die vragen die daarboven staan, namelijk met de antwoordmogelijkheden onvoldoende tot zeer goed. En misschien willen we hier wel iets over de mate van duurzaamheid weten of zo van deze leverancier. Oh. Ja, die staat erbij. En wat je ook nog kunt doen is 2 extra vragen met open antwoordmogelijkheden toevoegen. Dus dan heeft de beoordelaar de mogelijkheid om meer gegevens in te vullen. Nou, in dit geval wat ik dan de leverancier beter doen. Doen om om een hogere tevredenheid te krijgen. En dan, oh, die klik ik even weg. En er worden standaard ook nog 4 vragen gesteld, namelijk wat is je algehele waardering? Hè? Geef een rapportcijfer voor deze leverancier. De Net Promoter Score, dus in welke mate zou je deze leverancier aanbevelen aan een collega? Een top 3 verbeterpunten en slotopmerkingen. Nou, met name die top 3 verbeterpunten, die wordt heel veel gebruikt in die verbeterplannen. En als je bij 100 mensen hebt uitgevraagd en dan zitten er vaak echt 5, 6 rode draden in die je kunt oppakken in een verbeterplan. Ik ga door naar de volgende stap. Hier zie je die lijst met beoordelaars die ik heb toegevoegd. Ik kan ze allemaal selecteren en allemaal in de lijst met uit te nodigen collega's zetten. Maar in dit geval wil ik ze eigenlijk dat niet doen. Ik kies alleen even mezelf. En voeg mezelf toe. En ik kan hier kiezen uit die locaties waar ik het eerder over had. Nou, laten we de locatie Durgerdam kiezen. En dan ga ik door naar de volgende stap. Hier heb je nog de keuze om nu te verzenden of later te verzenden. Als je voor later verzenden kiest, dan kan je tot 3 maanden vooruit plannen. Je kan je voorstellen dat je dat wil doen omdat je niet je collega's tegelijk wil lastigvallen met 10 verschillende onderzoekjes. Maar liever dat wil spreiden over de tijd. Wat er ook gebeurd is, misschien wil je nog nadenken over je extra vragen of je wil nog. Je hebt nog een lijstje met beoordelaars mee aan het vormen. Ja, dan kun je wel de meting vast in concept klaarzetten met deze knop. En dan staat hij klaar en dan kan je hem later bewerken en dan alsnog verzenden. Nou, nu kiezen we voor nu verzenden. En dan krijg je nog een samenvatting. Deze vragen gaan we allemaal stellen. Dat was die extra vraag die ik wilde stellen. De extra open vraag. Hier afsluitende vragen die ook standaard overal gesteld worden. En dat ga ik in dit geval doen bij deze beoordelaar. Nou, dan is hij verzonden. En als ik dan in het metingenoverzicht kijk, dan zie ik dat meting nummer 16.780 vandaag op 1 april is verzonden. Ik heb nog 0% respons. En als ik dan even kijk. Hoe zit dat dan? Dan zie ik dat Daan is uitgenodigd, maar die is nog niet gestart. Je ziet hier ook een pijltje staan. En dat gaat over de reminders. Dus alle mensen die na 1 week nog niet hebben deelgenomen, die krijgen automatisch een reminder toegestuurd. Daarna is dit pijltje ook voor jou als beheerder van de tool, zeg maar. Beheerder van die meting ook beschikbaar, waardoor je mensen nog een keer automatisch op dit linkje kunt drukken en ze een reminder kunt sturen. Wat je ook nog altijd kan doen, is de link kopiëren en die in een apart mailtje zetten.
een persoonlijk mailtje. We raden ook eigenlijk altijd aan om een soort van vooraankondiging te doen bij al die collega's die je wil gaan uitnodigen. Van jongens, binnenkort stuur ik jullie een link naar de beoordeling van die en die leverancier. Graag bedankt vast voor jullie medewerking. Daar hebben we ook concepten van hoor, dus die kun je bij ons opvragen. Dit is wat zo'n beoordelaar dan ziet als die op die link klikt. Dus hij logt in, of hij komt in deze omgeving. Hij kan ook kiezen van sla deze leverancier over. Of in dit geval de volgende. En dan krijg je dit overzicht met smileys te zien. Dan zie je, hoe heet dat? Ja, die kun je invullen. En of je dat op je mobiel of op je tablet of op je computer doet, dat maakt niet zoveel uit. Dat schaalt gewoon mooi mee. En je kunt dus eigenlijk vrij snel je mening geven over deze verschillende kwaliteitsaspecten. Hier zie je die extra vraag die ik had toegevoegd, hè, die ook met die smileys beoordeeld wordt. Nou, in dit geval vinden we dat matig. En voor jullie beeld wat er nu gebeurt, als ik even terugga naar het metingenoverzicht, dan zie je dus dat hier het responspercentage van die meting naar 100% is gestegen. En als ik dat per beoordeler ga bekijken, dan zie je dus dat ik een status gestart, maar nog niet voltooid heb gekregen. En als je in de resultaten gaat kijken, dan zie je deze meting, 16.780. En je ziet hier al gelijk de eerste antwoorden die ik heb gegeven. Ik heb alle smileys ingevuld, zeg maar. Dus daar zie je de eerste resultaten van. En ik heb die extra vragen ingevuld. Dus daar zie je ook gelijk het resultaat van. Dus zo snel heb je je respons binnen. En nou, op deze open vraag ja, ik vond dat matig, dus meer aan duurzaamheid doen. Bijvoorbeeld elektrische. Bestelauto. Dan zou ik een hoger punt toekennen. Nou, het algehele oordeel, dus dit is dat rapportcijfer. Vaak is dat in Nederland een 7. Verbeterpunten, nou, daar heb je hem weer. Elektrisch vervoer. Vervoer. En jongen, type gaat goed vandaag. Dat wachtwoord ging al lekker en nu dit. Wat we ook graag willen is meer tijdschriften. Meer medische tijdschriften misschien wel. Verzin maar even wat hoor. Zo. Nou, dit is altijd wel een belangrijke vraag. Hoe waarschijnlijk is het dat je deze leverancier in deze productgroep zou aanbevelen aan een collega? Hè? Je staat op een feestje en je noemt deze leverancier van God, nou, daar hebben we zulke goede ervaringen mee. Of juist niet. Hè? Ik zou hem afraden. Je ziet dat in de consumentenmarkt bijvoorbeeld bij Apple en bij Harley Davidson en bij Coolblue heel goed werkt. Die werken daar ook echt aan om een zo hoog mogelijke NPS te krijgen. In de zakelijke markt zien we dat ietsjes, is dat nog iets anders. Zien we best veel afraders. En wat doen we nou? We kijken naar het aantal mensen dat dit heeft ingevuld. En we halen het percentage afraders, dat zijn de mensen die 0 tot en met 6 hebben gegeven, af van de percentage aanraders, dat zijn mensen die een 9 en 10 hebben gegeven. En 7 en 8 zijn neutraal, dus die tellen niet mee. En vaak komt daar ja, een score uit. Nederlanders vinden het natuurlijk vrij lastig om een 9 of een 10 te geven. Dus nou ja, vaak komt er een iets negatieve score uit. Maar je ziet wel heel mooie verschillen ontstaan tussen de verschillende leveranciers. Ja, als ik hem niet invul, dan mag ik ook niet door natuurlijk. Dus ik vul in dit geval een neutraal in. En ik kan hier nog iets toevoegen, maar dat ga ik niet doen. Dus geen opmerkingen. En dan ben ik klaar. Dus zo snel kan het gaan. En als ik dan weer even terugga naar die resultatenpagina en ik ververs hem. Dan zie je hier eigenlijk al die resultaten die ik net heb ingevuld, zie je terug. En die meer aan duurzaamheid doen. Geen opmerkingen zie je terugkomen. En je ziet de benchmark, zoals beloofd. De keer is leverancier test. N is 1, ik was die enige beoordelaar.
En in de rest van de beoordeling, in de rest van de markt, is die al 10 keer beoordeeld. En ja, dat wordt dan soms slechter of soms beter beoordeeld. Nou, dit overzicht kan je als een PDF eruit halen. En dan kun je altijd de keuze krijgen om de namen van beoordelaars te tonen of juist te verbergen. Dus als jij het gesprek aangaat met je leverancier. Dan is het handig om hem vooraf te informeren en te zeggen, nou, dit zijn de resultaten van onze tevredenheidsmeting. Ons valt op dat die drie dingen hartstikke goed gaan en die drie dingen kunnen verbeterd worden. Maar je wil dan niet naam en toenaam van je collega's laten zien. Dus ga je verbergen. Je maakt dat rapport. En dan is hij even bezig om er een PDF-je van te draaien. Komt hij? Als we die openen, dan zie je hier hetzelfde rapport, maar je ziet dat mijn naam verdwenen is. Je ziet dat mijn naam ook uit de antwoordcategorie verdwenen is. Dus dit is dan iets wat je prima met je leverancier kunt delen. Als ik even terug ga naar dit resultatenoverzicht, hier kun je ook oude metingen of oude leveranciers zoeken. In dit geval hebben we misschien binnenkort met onze office supplies leverancier een gesprek. En zeg, nou, ik vind de meting van 2020 niet meer zo boeiend, maar die van 2021 wil ik wel meenemen. En dan kun je met dit filter aanpassen en misschien zelfs zeggen, nou, die beoordeling van Daan was toen niet zo goed, dus ik toon alleen de beoordeling van Mike. Of niet volledig of dat. En je kan hier dus ook verder gaan filteren, nou, in dit onderzoek dan even niet, maar op die locaties om verschillen per locatie inzichtelijk te krijgen. Dat over het resultatenstuk. Nog één stapje terug naar het metingenoverzicht. We zien dus hier die meting test. Die is helemaal 100% respons. En als ik op de beoordelaar klik, dan zie ik ook dat die groen is geworden en dat die de status voltooid heeft gekregen. In andere onderzoeken, ja, bijvoorbeeld deze, zie je dat. Ja, hier is Daan nog niet gestart, dus is die status rood. Het is de respons nog 0%. Bij 0% kan je hem dus ook niet aanklikken hier zo. Bij de beoordelingen, de metingen waar wel respons is, daar kun je ook echt hierop klikken en zeggen, nou, ik wil wel specifiek de resultaten van deze beoordeling zien. En dan kom je direct in het resultaten dashboard terecht bij die club. Een laatste dingetje wat je ook nog kunt doen is, nou, we hebben net deze metingen uitgevoerd, we hebben daar respons. Maar ik heb toch vergeten om een andere collega uit te nodigen. Dus dan klik ik op de knop hergebruik. Dan kan ik hem helemaal weer opnieuw gebruiken, ook die extra vragen die erin staan. En in de volgende stap haal ik alleen deze beoordelaar eruit. En ga ik Monique bijvoorbeeld uitnodigen. Want die kan ook echt iets vinden van deze leverancier. En dan stuur je hem alsnog uit. En op het moment dat je dan dat Monique ook haar mening heeft gegeven, kun je zo meteen in de resultatenpagina weer die twee metingnummers in één dashboard weergeven. Dus dat is praktisch om te doen. Wat je ook kunt doen natuurlijk is nu een nulmeting doen en over een half jaar een één meting. En eigenlijk bij dezelfde groep gebruikers dezelfde vragen nog een keer stellen. En kijken of er verschil zit tussen datgene wat je eerst hebt geconstateerd en of er verbeteringen zijn doorgevoerd. Dat is de tool. Zo werkt dat. Als ik dan weer even terug ga naar mijn presentatie. Ga ik even stoppen weer met het delen van dit scherm en dan ga ik door met de presentatie. Even kijken ondertussen of er al vragen binnen zijn gekomen. Ik zie nog geen vragen. Zoals gezegd, die kan je boven via de Q&A-module stellen. Dus als je nog iets te binnen schiet, dan gooi ze erin. Dan ga ik even verder met de presentatie. Kom ik zo terug op die vragen. Hier waren we gebleven. Nou, wat zien we qua gebruik van de leveranciersprestatiemeting? Er zijn meer dan 200 van onze leden, 200 zorginstellingen die LPM's hebben ingevuld.
32.000, meer dan 32.000 beoordelingen. Van de week vierden we de 32.125, geloof ik. En er zijn meer dan 1000 unieke leveranciers beoordeeld. Dus niet alleen die 100 intrakoop of 150 intrakoopleveranciers, maar ook, ja, zoals je al zag, allerlei verschillende apotheken of bakkerijen of leveranciers waar je zelf een relatie mee hebt, kun je helemaal prima met de tool beoordelen. En omdat jij het bent die jouw collega's vraagt om een mening, zien we dat de respons ook behoorlijk hoog is. Ik weet niet of je wel eens een klanttevredenheidsonderzoek van een leverancier gezien hebt en wat de responspercentages daar waren, maar die zijn vaak een 10, 15%. Je collega's hebben niet zoveel zin om dat in te vullen. En bij deze zie je dus een hogere respons vaak ontstaan. Nou, wat je tot nog toe gezien hebt, is allemaal gewoon beschikbaar voor iedere intrakooplid. Dus iedere intrakooplid kan gewoon een gratis account krijgen op de leveranciersprestatiemeting tool. Je kunt onbeperkt metingen uitvoeren, onbeperkt collega's toevoegen, onbeperkt vragen, zelf vragen verzinnen. Het enige wat we ook hebben is een betaalde account. En die kost €600 per jaar. En dan heb je nog net iets meer mogelijkheden om de boel te personaliseren. Dus je eigen logo en kleuren toe te voegen, je eigen mailteksten toe te voegen en eigen productgroepen. Maar ook om je resultaten te exporteren. Dus dan kun je het naar Excel halen en dan kan je in Excel even makkelijk vergelijkingen maken tussen de meting van vorig jaar en de meting van dit jaar. Of een nadere analyse van alle top 3 verbeterpunten maken. Of per type collega een analyse maken. Nou, dan heb je iets meer mogelijkheden daarvoor. En je kunt een aantal vragen weglaten. We zien dat die standaardvragen niet altijd voor iedereen van toepassing zijn. En we zien dus ook dat leden graag de extra module nemen om vragen weg te laten. Ja, we vinden dat jammer, want dan wordt de benchmark minder goed. Vandaar dat we hem achter de betaalde account hebben gezet. Tot zover mijn presentatie. Ik ga heel even kijken of er nog vragen binnengekomen zijn. Als het niet zo is, dan kan je ze altijd aan mij stellen, want ik ga jullie zo meteen nog even deze presentatie toe mailen. En dan heb je ook mijn mailadres. Dan kan je gewoon die vragen stellen. Als je een account wil, kan dat ook bij de service desk opgevraagd worden. En dan sturen ze je zo snel mogelijk een account. Kun je aan de gang met je testmeting of misschien al met een echte leverancier. En zelf even ervaren hoe dat gaat. Ik zie geen vragen binnenkomen, dus voor nu is het denk ik allemaal even helder. Dank voor jullie aandacht en ik stuur jullie de presentatie na en een hele fijne dag toegewenst.